Het is vandaag vrijdag 29 juni. Gisteren weer naar het ziekenhuis geweest, bloedwezen prikken. En ik heb me echt de afgelopen weken voel ik me niet echt top. Ik zat al onder die blauwe plekken als bijwerkingen van de nieuwe medicijnen, ruxolitinib. Kijk, ik heb lopen oefenen. En waar we ook een beetje achter zijn gekomen is dat ruxolitinib en de prednison. En dan slik ik ook nog een medicijn wat daarop lijkt. Dat heet Geronimus. Dat doordat al die drie medicijnen slik, dat het misschien ook wel daardoor komt, want die medicijnen zijn familie van elkaar, dat het een beetje een vlek situatie wordt. Dus zo snel mogelijk afbouwen met de prednison betekent dat we nu 2,5 milligram per week af gaan bouwen tot 10 milligram. En dan bij 10 milligram houden we dan eventjes stil om daar weer dan de balans te vinden. Ik kom nu van 25 af, dus dat zijn, even kijken, 6 weken. Dus over 6 weken hoop ik op 10 te zitten. En ik hoop natuurlijk dat in de tussentijd mijn graft versus host in de darmen zich gedijst houden. Hopelijk dat dat veel succes zal opleveren. En over succes gesproken, want ik hou natuurlijk altijd van succesverhalen. Jullie kennen het, hè? Mijn nagels erg te lijden gehad vanwege alle zware chemo's die ik gehad heb. Maar ook de graft versus host die ik in mijn nagels heb. Af en toe zijn ze, mijn nagels echt, ik steek niet mijn middelvinger naar je uit hoor. Maar echt heel erg dontend aan het velletje. En het breekt ook af en het ribbelt. Maar ik weet niet of het jullie op is gevallen. Maar ze zien er eigenlijk best wel goed uit, toch? Ik zal even mijn andere hand ook laten zien. Kijk, dat gaat best wel de goede kant op. Nou, en hoe kom je daar dan achter wat dan daarvoor het beste werkt? Het is gewoon wat middeltjes uitproberen. En uiteindelijk ben ik nu al 4 weken bezig om elke avond op mijn nagels dit te druppelen. En dit spulletje is van Heron. En het heet Exit Nail Damage. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Exit Damaged Nails. En het is een olietje en die druppel ik dan op mijn nagels en dat wrijf ik dan lekker in. Dat doe ik elke avond voor het slapen gaan. Nou, en het is een soort van it's amazing, it really works. Want mijn nagels worden weer glad en mooi en harder. Dus daar ben ik echt super blij mee. En dan is eigenlijk ook de tip van de week, als we het dan toch over een tip van de week hebben en positieve berichten. Mocht je nou iemand die chemokuren gaat doen een cadeautje willen geven. Kijk, ik mag helaas geen bloemen, omdat het water van de bloemen voor mij gevaarlijk is, omdat mijn weerstand helaas nog heel laag is. Maar koop dan bijvoorbeeld zo'n setje. Dit is zo'n setje Nails Essentials en daar zit dan ook die olie in en nog wat andere verwennerietes en spulletjes om je nagels weer helemaal top in conditie te krijgen. Dat was bij mij werkt het, ik hoop bij iedereen. Want als je chemo hebt, moet je lief voor jezelf zijn. En het lukt niet altijd met alle producten, maar dit werkt dus wel. Dus ik steek een lans en ik breek een lans voor dit. En ook misschien meteen een leuk cadeau om aan iemand te geven die door chemo's het leven even door moet. En je dit keer geen bloemetje wil geven. Maar het kan trouwens ook heel leuk met de post. Dus je kan het ook als cadeautje opsturen. Nou, ik heb weer prachtig weer vandaag voor jullie allemaal geregeld. Nee hoor, geniet ervan. Het belooft weer een zonnig weekend te worden. En jullie zijn weer op de hoogte. En ik hoop me heel snel weer beter te voelen. Heel graag, tot later. Hoi.